Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van God van de Oorlog, deel 3. Maar Rick, waar zijn deel 1 en 2 dan? Daar ben ik niet verantwoordelijk voor, dankjewel. Voor de mensen die echt super hardcore zijn, viel het op dat ik geen gekke intro's meer heb. Ik vind het een schijt irritant worden. Ik moet 10 keer per aflevering de intro opnieuw inspreken omdat het niet lukt. Of het niet grappig is, of de transition van Bert Boek naar Rick Broers is heel onduidelijk. En als je dat nooit hebt meegemaakt, denk je... Huh? Waarom deed ik net een gek stemmetje, schreeuwde iets en was hij er opeens? Dus ja, ik heb het afgekapt. En ja, er zijn mensen verdrietig gewoon. Kijk maar, rechts in je scherm zit iemand gewoon te schreeuwen. Waarom is de gekke intro weg? Ja, ik weet het ook niet, mevrouw. De zoektocht naar verlossing. De zielen van de Hades zijn vrij, nu hun heer en meester dood is. Toch dwalen ze nog eindeloos rond. Verlossing is nergens te vinden. Dus ja, eigenlijk is het gewoon een antwoord op de al-filosofische vraag. Wat gebeurt er als je de dood doodmaakt? Je bent nog steeds best dood, je wordt er niet veel beter op. Dat is wel een aflevering van Family Guy volgens mij, daar maakt Peter de dood dood. Het is best wel hilarisch. Daar is een kist en dat komt super goed uit, want als het goed is hebben wij van twee horens, twee ogen en twee phoenixveren. Oftewel, wat er ook in die kist zit, we krijgen waarschijnlijk een upgrade. Maak die kist maar open! Het is een phoenixveer! Die heb ik wel het liefst, want daar krijg je namelijk magiepunten voor, als ik me niet vergis. Een magie-upgrade! Ja hoor, dames en heren. Die magie-upgrade, die staat mij wel aan. Nee, echt waar. En ik krijg ook meteen je volledige magiepunten terug. Dat is even een flink potje fijn. Deze aflevering gaan wij vechten tegen Kronos. Voor de mensen die niet weten wie Kronos is, kijk gewoon de hele serie. Ik heb het een keer verteld. De vader van Zeus. Zeusje. Dit is een half paard, half man, man. En hij is gespierd. Hallo, half paard, half man, man. Ik ben Rick. Ik maak YouTube-video's. Nou, hallo Rick. Ik maak geen YouTube-video's. Oh, ik kan je wel helpen aan een paar abonnees als je wil. Maar eerst moet je de ontgroening weerstaan. Oh, wat is die ontgroening dan? Ik sla je helemaal kapot. Dat is de ontgroening. Oh shit. Nee, jongens, geen knuffelpartijtje. Geen knuffelpartijtjes op mijn kinderfeestje. Ik zal je even kapot slaan. Een deel van de ontgroening is dat ik je kapot sla met een heel groot zwaard. Dat is ook een deel. En als je dat allemaal gedaan hebt, dan mag je in mijn abonneebox. Bij de categorie leuke kanalen. Ja, half man, half paard met speer is toch wel een van mijn favoriete YouTube kanalen. En daar durf ik ook voor uit te komen. Ik had hem cool kunnen finishen. En dat ik dan leuke beelden heb voor deze video. Maar ik dacht ook, oh, ik kan het ook niet doen. Ondertussen zijn er heel veel mannen die spannen. Zou ik er eentje als stormram pakken? Maar natuurlijk. Hey, dat werkte best wel goed. Een effectieve stormram noemen ze dat. In het noorden van het land. In ieder geval eentje bekijkt. De vorige aflevering zei Hephaistos, dus de smidgod, zei... Hey Kratos. En dan zei ik, hey Hephaistos, alles goed? Zei ik, ja, ik heb net je vriendin geneukt. Dat was sowieso een beetje ongemakkelijk natuurlijk, maar het is wel waar. De vorige aflevering zit vol met borsten en vriendinnen die geneukt worden. Dus ja, ik raad je zeker aan om te kijken. Toen zei Hephaistos zo van, ja, wil je een beter zwaard? Zei ik zo van, ja, maar ik heb al vet goede zwaarden. Ik pak even mijn afstandsbediening, want het geluid moet ietsje zachter. Ik heb al vet goede zwaarden, Hephaistos. Zei hij, ja, maar ik heb een super duper goed zwaard. Dat ik zoiets van, ja, cool, wil ik. Zei hij, ja, moet je eventjes Kronos verslaan. Eigenlijk zei hij gewoon, je moet naar de onderwereld. Het was meer een valstrik. En eigenlijk was het idee erachter dat hij hoopt dat ik dood ga. Maar ja, laten we even proberen niet dood te gaan. Dus ja, ik word dus eigenlijk nu op pad gestuurd om een juweel te halen dat in Kronos zit. Een hele super sterke meneer. En als we dat juweel hebben, ja, dan zijn we blij of zo. Nee, dan krijgen we dus een nieuw wapen. Namelijk, ik weet niet meer hoe ze precies heten, maar elektrische zwaarden zijn het. Een beetje zoals de normale zwaarden zoals deze, maar dan een beetje blauwgroenig. En ze zijn best wel goed. Dus dat zijn mijn lievelingswapens samen met natuurlijk deze, de Nemeese klauwen. De berenhanden. 1 berenhap, 2 berenhanden. We zijn bij de poorten van Tisiphone. Zo spreek je dat waarschijnlijk uit. Dat is het voordeel als je ongeveer Latijn en Grieks hebt gehad. Dan weet je dat phone, dat je dat telefoon als een telefoon uit was phone, denk ik. Waarschijnlijk heb ik het weer mis en dan komen we allemaal van die Grieks en Latijn nerds me verbeteren. Kom dan nerds, kom dan! Dan ga ik dit met jullie doen. Ik snij jullie staarten eraf. Haha, dat zal jullie leren nerds. Er is niks mis met nerds zijn. Ik ben ook nerd op het gebied van scheikunde en vagina's. Erg afgestudeerd in vagina's. Ik ga nu neersteken, omdat ik boos ben op het beleid. Zo ja, dankjewel vriend. Oké dan. Dit is het moment dat ik geen idee meer heb wat ik allemaal wil doen in mijn commentaar. Ik ben zojuist gebeten door een slangenstaart. Dat was minder leuk. Wacht, ik gebruik wat van mijn coole power-ups. Yeah, ga me helemaal kapot. En je kan ook die potjes kapot maken. Tada, er zit een verrassing in. Oh, wat voor verrassing dan? Een explosieve verrassing. En daar gaat je staartje. Kun je me niet meer bijten met je vieze slangenstaart.
Ondertussen zal ik jullie beiden even rustig in elkaar slaan. Zoals jullie dat zelf super chill vinden. En jij krijgt ook de bonus voor vandaag. Mes steken in je buik en misschien zelfs in je gezicht. Dus ja, nog steeds even iets verder bouwen op de verhaallijn waar ik al vet lang mee bezig ben met vertellen. We zijn er momenteel voor aan het zorgen dat we betere wapens krijgen. Zoveel speciaals is er niet. Wat moeten we eigenlijk allemaal nog doen in de game? Ja, we betere wapens, dan kunnen we naar de tuinen volgens mij van Hera. Geen idee wat daar precies te doen is. Hera in elkaar slaan, denk ik. Hera is trouwens de vrouw van Zeus. Ook wel leuk. Of Zeus, ik weet het nog steeds niet. Trouwens, zojuist werd die bloemenpot hier, die explosieve bloemenpot, gaf gewoon dikke censuur. Wacht. Pof! Haha, explosie! Wat er namelijk gebeurde, wat jullie niet zagen, was pittig cool. Dit gebeurde er namelijk. Eventjes lekker trekken. En oh, waar gaat die horen in? Vol in je oog, vriend. Kan je het zien? Nee, natuurlijk niet. Er zitten een hele grote horen in je oog. En nu gaan die speren naar beneden. Nou opent zich een hele leuke, gezellige puzzel voor de hele familie. Weet je wat ook voor de hele familie is? Een duimpje omhoog op deze video. Ik ben niet aan het bietsen. Ik vraag het gewoon heel lief. Ik suggereer dat jij, de kijker, een duimpje omhoog moet doen om mij, de Rick, te steunen. Snap je? Je hoeft het niet eens te snappen. Het zou gewoon tof zijn als je een duimpje omhoog deed. Ja, egoïstische klootzak. Oké dan, het is een muur met allemaal vakjes en dat vind ik leuk. Nee, het gaat nog goed. Alles goed in de hoed. Aan dat touw moet je even trekken. Dan moet je dit ding erin stoppen. Ik snap ook de logica van deze puzzel niet helemaal. Als het goed is, gaan sommige van die vakjes nu de hele tijd naar binnen en naar buiten. Een soort van irritante schuifpuzzel. En dan moet je aan de andere kant precies hetzelfde doen. En dan moet je een beetje heen en weer springen tussen vakjes. Net Super Mario dit man. Super God of Wario. Snap je, God of War? Lijkt op Wario. Een character uit Mario. Ja joh. En het grappigste van allemaal is, dit is eigenlijk een hele grote deur. Zo van, hé, had je niet gewoon een normale deur kunnen maken? Gewoon met een deurklinker aan. Is het niet handig, zo'n grote deur? Zo vet zonde van je resources, man. Nou, en nu is de grote deur klaar voor gebruik. En ja, zoals ik al zei, het gaat helemaal nergens over. Een beetje klimmen. Het is ook niet de moeilijkste deur ooit. Als je weet hoe je moet klimmen, dan ben je er al redelijk snel doorheen. Oh, je moet ook een beetje cool kunnen doen met je pijn en boog. Hou L1 ingedrukt en druk op rondje om de harpij te grijpen. Nou, oké. Okay. Dat leggen ze ook iedere keer weer uit met een tutorial, weet je. Je zal maar een keer vergeten hoe je moet harpijen. Ze leggen het toch iedere keer weer uit. Nou, dan ga je deze kant op en denk je, oh wat leuk. En dan ga je lekker deze kant op. En dan ga je die kant op en dan trek je daar weer lekker aan die hendel alsof het niks is. Kabam! Enige irritant is als je valt, dan moet je de hele kutpuzzel weer opnieuw doen en zo. Zoals ze dat in het noorden van Nederland altijd zo mooi zeggen. Ah, godverdomme, dat duurt lang. Tenminste, zo zeg ik het altijd. Ga even eens uit, vakje, anders moet ik weer op... Nee, nee! Oh, wat een timing! Ik hou van je, vakje, ik hou van je. En dan drukken we dat vakje in en dan kunnen we als goed is naar boven en dan is iedereen gelukkig. Heb ik daar een harpij voor nodig? Nee, natuurlijk niet. Ik ben een zelfstandige jongeman. Zo, basboom. En nu gaan we lekker draaien. 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 Weet je waar ik opeens aan moet denken? Zeg maar dat logo van God of War, want ik ga het laten zien, ik ga het laten zien. Ik heb de puzzel gecomplete, nu voel ik me badass. Yeah, ik ben een puzzelmaster. Layton heeft hier helemaal niks bij. Even eens laten zien. Zeg maar dit logo, als je zeg maar een item wil upgraden. Stel wij upgraden heb je niet mee zijn klauwen, die we toch al wilden upgraden. De meeste handschoenen. Dus je ziet die letter, die zich nu vult met bolletjes. Ja, dat. Die letter, dat is de letter Omega. Vroeger keek ik altijd het programma. Op 3 heette de Omega-code. We zijn er van een christelijk programma van Bijbelverhalen. Dan moesten kinderen allemaal puzzels doen. Gebaseerd op Bijbelverhalen. En uiteindelijk moesten ze dan de Omega-code kraken. En dan was dan altijd een cool woord uit de Bijbel. Ik vond dat programma helemaal fantastisch. Nou, wat hebben we met dit hele verhaal te maken? Nou, dat is ook de letter Omega. Dus ja, als je ooit Grieks wil doen, je hebt pas 1 letter geleerd. De Omega. Welke letter is de... Ik weet serieus niet eens meer welke letter de Omega is. In het Nederlands. Hey, een kist. Hallo kist, hoe gaat ie met jou? Mijn naam is Rick, aangenaam. Nog een Phoenixveer. Ik voel me belabberd belachelijk gemaakt. Ik weet serieus niet eens waar de letter Omega voor staat. Wauw. Je zou zeggen een O. Maar voor mij is het niet de O. Voor mij is de letter O in het Grieks gewoon een O. En de hoofdletter is ook een O. Ik weet wel dat... Oh ja, voor mij is de Omega de letter W. Want ik weet wel dat een Omega klein is daar maar gewoon een W'tje achter. Hadden de Grieken wel een W? Zodat ik weet wel dat de Grieken minder letters hadden. Ik weet het echt niet. Ik ben zo slecht in het Griekse alfabet. En toch, het eerste jaar was bijna alleen maar alfabet oefenen en een beetje werkwoorden, weet je wel. Tweede jaar, ik kende het alfabet niet eens. Ik was gewoon aan het leren, ah, visje, rondje, bommetje. En dan, oh, dat is natuurlijk zone, bijvoorbeeld. Of dat is paard. Ik was zo slecht in Grieks. Maar goed dat ik het heb laten vallen. Het Rijk Tartarus, de locatie van de legendarische grote oorlog tussen de goden en de titanen. De verslagen titanen werden voor de eeuwigheid hier naartoe verbannen. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar het is hier best gezellig. Lijkt alsof hier een verjaardagsfeestje is geweest. En toen vlogen alle slingers in de hens. Zo ziet het eruit hier. En ja,
misschien hebben ze in de hemel wel helemaal geen verjaardagsfeestjes, maar hier in ieder geval wel. Dus ja, 10 redenen waarom ik naar de hel wil. 1. Verjaardagen. 2. Al mijn vrienden gaan er waarschijnlijk ook heen. 3. In de hemel zijn alleen maar saaie mensen. Ik bedoel, wat nou als de restricties voor de hemel vet streng zijn? Vet streng, dat je echt precies nooit wat gedaan mag hebben in je leven. Seks voor het huwelijk, ga je sowieso naar de hel. En dan zit de hemel vol met saaie mensen. Echt super saaie mensen. Vol met opa's en oma's. En bij opa en oma zijn is leuk. Alleen als ik een maandag bij mijn opa en oma ben, dan ben ik het helemaal beu. En in de hemel heb je dat al zeg maar oneindig lang. Het is gewoon oneindig lang een weekendje bij een opa en oma. En allemaal saaie mensen die nooit wat gedaan hebben in hun leven. In de hel, dan kun je lekker cocaïne doen. Met je vrienden, die daar ook zijn. Dus ja, ga niet naar de hemel toe jongens. Die kent is af te raden. Ik geef de hemel een score van 5. Het eeuwige lijden in de hel, dat valt vast wel mee joh. Ik kan niet uit ervaring spreken, maar als ik hier kijk, een beetje in... Het enige wat die kut is, is dat er een paar slingers in de fik staan. Oh ja, en als je zelf in de hel bent, dan word je in elkaar geslagen door mij. Jullie willen toch wel in elkaar geslagen worden door mij? Hey, het is de hand van Gaia. Jij weet wel. Jij bent een bitch. Als je niet weet wat dit inhoudt, dan heb je de hele serie niet gezien. Dan mag ik jou niet. Dan mag ik je minder dan de rest van de mensen die het wel snappen. Laten we het daarop houden. Oh nee, de hand beweegt. Hoe kan dat nou weer? Nou, kijker, dat zit namelijk zo. Het is een hand in een hand. Ik weet niet wie dit verzonnen heeft. Handception! Nou ja, gewaar. Het is een hand in 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 een hand. Hé, Kronos. Ziet er goed uit, man. Naar de sportschool geweest? Nee, hij is duidelijk naar de sportschool geweest. Kijk dan. Kijk die gespierde handjes. Lekker kapseltje ook. Dieetje gedaan, denk ik. Sonja Bakker. Ja, man. Respect. Ik leef het smart door jou te doen. Nadat jij de doos meenam uit Pandora's Tempulu. Tempulu. Het zeus verteerd door angst. Ja, man. Heb je jezelf wel eens gezien? Ja, precies. Voor de mensen die niet het hele verhaal van God of War kennen, is het misschien een beetje overbodig en zo. Maar je moet het gewoon onthouden. Kronos is gewoon een bitch. Ik ben gewoon Kratos en ik ben awesome. Kronos is een beetje boos. En hij is net een stukje groter dan ik. Een beetje net het gebeuren van, hey, pak eens iemand van je eigen grootte. Nou, dat is ongeveer dit. En ja, hoe gaan we van hem binnen? Ik heb wel een strategie verzonnen. We gaan gewoon heel veel papiersneetjes maken in zijn vingers. Dan krijgt hij een hele vieze infectie. En dan komt alles vanzelf goed. Ik ga hem nu even verblinden met mijn lamp. Hé, man! Oh, shit. Dat lukt niet helemaal. Wat? Wat? Nee! Shit, het mislukte. Het mislukte! Hij heeft namelijk van die hele gekke glimmende ogen. En dan moet je even met je lampje opschijnen. Eerst even nog een sneetje in zijn vinger maken. Verhoog de kans op infecties. Je moet dit doen. Wat? Mijn ogen! Ik snap ook niet dat hij verslag doet. Waarom geef je toe dat er wat met je ogen is en dan gewoon, oh, niks aan de hand, ik zie eventjes niks. Waarom praat hij sowieso? We zijn met z'n tweeën. Er is geen publiek van kinderen dat momenteel toekijkt van, oh, wat gebeurt hier nou weer, of volwassenen, of weet ik het wat. Je praat gewoon in jezelf momenteel en je geeft me hints wat ik moet doen. Als ik je weer kan zien, pak ik je terug. Ah, er komen serieus gewoon monsters uit zijn poriën. Vriend, ik hoor wel eens dingen op YouTube-kanaal over mode over je poriën opengooien. Jouw poriën zijn nog nooit zo open geweest, of wel dan? Kijk dan, komen allemaal monsters uit je lichaam. Dat is nou een vieze infectie. Of, zoals dat op Twitter heet, een sexy infectie. Nee, ik volg iemand op Twitter, die heet sexy infectie. En ik heb geen idee hoe ik die persoon überhaupt volg. Als je sexy infectie heet, dan moet ik je gewoon volgen. Dat is gewoon, dan weet ik gewoon dat wij hetzelfde denken. Dus ja, stuur eventjes een berichtje naar sexy infectie. En met deze video erbij. Want iedere insectie-infectie is perplexie-perfectie. Dus, volgende stukje in de guide van Rick's viezigheid. Hier is een vieze bult. En wat doen wij met vieze bulten? Die slaan we helemaal... Oh, shit, ik doe even naar beneden. Hey, Kronos, sorry voor je vieze bult, man. Dat was niet de bedoeling. Wat heb jij een vieze bult? Nou, nu komt de volgende stap in de bossfight. We slaan deze vieze mannen. Zo, oh nee, hij gaat blazen. Niet blazen, man. Niet blazen. Hij probeert je eraf te blazen met zijn vieze stinkadem. Je kunt niet ontsnappen. Oké, okay. Ja, dat gaan we nog wel zien dan, of niet dan? Oké, okay, wat gebeurt er nu? Oh ja, nu moet je... Waar ben ik? Hallo? Oh, daar ben ik. Even eens op zijn vingers slaan. Hé, hey, mooie nagels, man. Als het goed is, moet je hier namelijk zijn nagels kapot maken. En ik kan je wat vertellen, als je niet zo goed tegen bloed kan, dan is dit hilarisch. Komt-ie. Hé, hey, man, je nagel gaat kapot. En nu doe ik dit. We trekken je nagel eraf. En het is best wel vies. Oh, gadverdamme, dat moet pijn doen. Of je nou super groot bent of niet... Dat doet best veel pijn.
als zou een mier met fucking zwaarden je nagel er zo aftrekken. Dat is best wel een sexy infectie. Oké, wat moeten we nu doen? Goed, ja, nu moet je de schaduw ontwijken. Super uitdagend. En dan moet je lekker op zijn handje klimmen. Ik heb namelijk net de bossfight op YouTube lopen kijken. Want ik weet, toen ik hem zelf bevocht, snapte ik er de ballen van. Dus ja, ik heb een beetje uitgecheckt wat ik allemaal moet doen. Gewoon nog een keer verblinden. Een ezel stoot zich nooit twee keer aan dezelfde steen. Maar deze noob wel. Ik denk dat ik hier ga afsluiten voor deze aflevering. En dan zien we elkaar de volgende aflevering gewoon weer. Met meer sexy infectie. En ja, ook meer God of War uiteindelijk. Ik heb namelijk geen timer. Dat is een beetje minder, maar ik denk dat het zo ongeveer wel goed zit. Of niet nou? Ik denk misschien zelfs onder de 15 minuten. In ieder geval niet verder boven. Goed genoeg. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet hem niet te liken als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering van God of War 3. Doe even een duimpje omhoog. En ja, krijg een sexy infectie, want dat gun ik jullie allemaal. Tot de volgende aflevering. Doei!